Goedendag beste kijkers, alweer bij de, en dat is toch alweer bijna drie kwart jaar, bij de 38ste aflevering van Licht op Leiden. We hebben vandaag weer twee heel bijzondere gasten, zo vinden wij zelf. Welkom Miep en Menno Smitslo. Jullie zijn, ik heb ze maar, als je moet proberen om jullie aan te geven wat jullie kwaliteiten zijn, dan is dat erg moeilijk, want jullie zijn veelzijdige regiogenoten, zo zou ik je wel kunnen noemen. Meester en meesteres op vele wapenen, op het gebied van ondernemen, van communicatie, van het openbaar bestuur, van de kunsten, van de journalistiek, van het schrijven. Het is allemaal waar en dan ben ik er nog waarschijnlijk een paar vergeten. Welkom dus in deze aflevering van Licht op Leiden. Jullie hebben denk ik straks veel aan ons te vertellen. Maar we beginnen deze keer met de Leienaars van de Week, als jullie dat niet erg vinden, maar hartelijk welkom. De Leienaars van de Week. Ik lees het juryrapport van deze week 38 lees ik voor. En het gaat over Leiden en sport. Want Leiden en sport, dat is een verhaal apart. Voetbal kwam met een korte oprisping in de eerste jaren van het betaald voetbal eigenlijk nooit verder dan amateurisme in Leiden. Voetbal met de gewichtige, maar nooit à la Katwijkse veldslagen, met concurrentie op afstand tussen blauw-witte, rood-witte en kikkers en de Boshuizer Kaatse achterhoede gevechten. Maar Leiden en voetbal op topniveau in ieder geval, dat is eigenlijk een no-go. Maar wellicht als compensatie bloeien andere sporten dan weer wel uitbundig. De tafeltennissers van Skilla, de wielrenners van Zwift, de waterpoloers van ZVL, de dames nog meer dan de heren, presteren al jaren op rij op topsportniveau. De korfballers bij Vlagen en ook de schakers niet te vergeten. Het Leids Schaakgenootschap gaat ieder jaar om de nationale titel. En Leiderdorper Jeroen Piket bereikte 20 jaar geleden zelfs de wereldtop 10. Maar de langste prestatieboog zit in het basketbal. Gymnastiekleraar Kallenberg introduceerde na de oorlog al de nieuwe Amerikaanse sport op zijn Bonaventura-school aan de Marienpoelstraat en werd zo de grondlegger van meer dan 60 jaar Leidse basketbaltraditie. Van Bona Stars naar BS Leiden en vandaar naar ZZ Leiden. Kampioenschap en sportroem Leiden, Den Bosch, Groningen, daar ging het in deze sport de laatste halve eeuw om. En ook nu met een nieuwe coach, tal van nieuwe spelers en met een nieuw elan zijn ze weer de competitie ingegaan. Ze gaan weer voor de titel. En het enthousiaste publiek, helaas nog steeds op afstand, leeft hartstochtelijk mee. Daarom probeert de jury op haar beurt een driepuntertje en gokt op een Leids-Nederlands kampioenschap. Als ondersteuning worden de basketballers van ZZ Leiden afkomstig uit alle werelddelen, maar toch Leidse jongens, Leienaars van de Week. Zet hem op. Kunnen jullie je daar een beetje mee vinden? Hebben jullie wat met sport? Nou, zelf sporten, daar heb ik wel veel mee. Maar, Maar kijken niet, passief? Nee, dat laat ik aan Menno en zijn zoons over. Menno wel? Ja, nee, maar wat ZZ Leiden presteert is fantastisch. En helemaal hoe ex-speler Bert Krachtwijk de zaak extra op zijn poot heeft gezet. Ja. Landelijk heeft gereorganiseerd en perspectief voor de toekomst heeft geboden. Okay. En ik bedoel, ze gaan zelfs op voor de Olympische Spelen als het een beetje lukt. Maar ze zijn internationaal doorgebroken. Ja, ja. En dat is fantastisch. Ja. En Marcel Verburg doet het natuurlijk ook heel goed. Maar met hun velen en de sponsoren die steunen, is ook van belang. Ja. En dat ondervinden ze heel goed in Leiden, die steun. En dat voetbal, dat vind je ook wel jammer dat dat in Leiden niet op topniveau is? Ik heb het er met Wim Rijsbergen wel eens over gehad, maar dan hebben we weer een klus om samen wat clubs op een hoop te gooien. Dat klinkt te populair, dan moeten die clubs maar willen. Dan denken ze, waar komen zij nou mee aanzetten? En ook met wat sponsoren het enigszins te professionaliseren. Ja.
meer dan de top die ze nu al hebben, want er zijn uit Leiden goede spelers gekomen. Ja. Ja, 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 ja. En we hebben natuurlijk deze week hebben we het Nederlands elftal. We hebben de Mathieu van der Poel, die misschien wel weer straks in de Vlaamse hoogmeesterronde van Vlaanderen volgende week hoge ogen gaat gooien. Nou, we zijn allemaal benieuwd. Dus jullie hebben allebei wel wat met sport. Maar jullie hebben met zoveel zaken wat. En jullie hebben wat met elkaar. Al heel lang. Al heel lang. Al 34 jaar? Ja. Weet niet verder vertellen. Ja, precies. Er kijken toch nog echt behoorlijk wat meer mensen naar deze uitzending dan jullie misschien denken. Ja, maar hoe is het verder in jullie leven gekomen? Zijn jullie allebei van Leidse origine? Of vertel me. Ik kom uit Voorschoten. Nou ja, dat is Leiden. Praktisch Leiden. Dus ik ben mijn hele leven hier in deze regio gebleven, geworteld. En Menno komt uit Scheveningen. Nou, je hoort het. Het wordt vaak door de verslaggeefster voor mij verteld. Ja. Ik ben geboren in Scheveningen. Daar heb ik tot mijn 18e gewoond. Mijn jeugd doorgebracht. Oké. En daarna ben je... Een jaartje in Sassenheim en daarna Leiden. Oké, dus je bent eigenlijk gewoon in de loop van de jaren echt een ingegroeide Leidenaar geworden. Vanuit Leiden ben ik 48 jaar nu actief in het vastgoed. En bij jou speelt ook de discussie dat als je in Oegstgeest woont, je eigenlijk vindt dat je lid bent van die grote Leidse regio. Wil je alleen een ja of nee erop? Je mag daar wel jouw eigen antwoord op geven. Nou, je kunt een ander niks opleggen, maar dat moeten we eigenlijk. Want we doen ons als regio tekort als we daar niet voor opgaan. Okay. Kijk, ik zie al die respectievelijke gemeenten hun best doen. Zoeterwoude, Voorschoten, Leidendorp, Oegstgeest, maar eigenlijk zie ik het nog ruimer, Katwijk. Als je naar de metropool kijkt, Zoetermeer, Den Haag, Rotterdam, wat daar gebeurt. Ja. Deze regio blijft economisch achter. En als je het er dan over hebt dat je graag een fusie zou zien ontstaan, dan zeggen ze, je vergeet het sociaal-maatschappelijke. Dat is niet waar, want het een vloeit voort uit het ander. Het is een groot gemis. Ik hoef jou niet te vertellen, je was 20 jaar voor mij wethouder in Oegstgeest, of 25 jaar. Nou, zo lang ook weer niet, maar toch wel goed. Aardig daarvoor, ja. Nee, maar je bent nog steeds staatsgevaarlijk, dus ik beledig je daar niet mee. Maar dat het nu zo is dat er hoofdambtenaren worden gezocht in Oegstgeest, leidinggevende, die zijn niet te vinden. Want al toen ik er kwam te zitten in 1998, wij zetten iemand maar direct in een stoel die waarschijnlijk nog niet aankon, anders hadden we de capaciteit niet. Ja. Maar omdat hij in die stoel zat en kon solliciteren, werd hij zo door een grotere gemeente Leiden, Haarlem, voor meer aangenomen. Ja. Dus dat houdt in dat de kwaliteit niet is. En we hoeven het er niet over te hebben hoe de financiële staat van bijvoorbeeld Oegstgeest en Voorschoten nu is. Verder bestaat de angst bij die omliggende gemeente dat Leiden ze dan opvreet. Nou, niets is minder waar. Want ik zeg ook, als een Leidendorp en Voorschoten, Oegstgeest erbij komen, dan maakt de kiezer nog een ruk naar rechts ietsje. Ja. Dus dan ontstaat er een gemiddelde, er is niks mis mee. Maar we doen onszelf heel veel tekort. De commissie Brinkman heeft mooi werk gedaan. Maar ik heb op die bijeenkomst in de Pieterskerk ook even gesproken. Toen heb ik gezegd, jullie hebben het hier weer over samenwerking. Daar is de regio al 100 jaar over bezig. Maar het woord fusie durven jullie niet in de mond te nemen. En de kansen zijn nu minder op het ogenblik dan 6 jaar geleden. Toen stond er beter voor. Leidendorp had zo meegedaan als Oegstgeest. Ja. Dat gedaan, maar dit in het kort. Oké, ja, precies. Ik was van plan dit onderwerp nog uitvoerig aan de orde te stellen, maar dat hoeft nu ook niet meer. Dankjewel, Menno. We waren eigenlijk nog bezig met jouw jeugd. Want wij hebben een foto van Miep uit haar jeugd. En daaruit blijkt hoe lang zij eigenlijk al actief is als schrijvende journalist. Want die foto... Ja, dat is de jonge Miep de Graaf, denk ik nog, bij het Leids Dagblad. Ja, klopt. Je ziet nog op de achtergrond de eerste computer uit mijn hoofd. Dus dat moet rond 1980 zijn geweest. Ja. De vaste telefoons natuurlijk. Het was altijd een ontzettend gezellige bende daar. Met 40, 45 collega's in die tijd nog. Ja. Hè? Ja. Aan de Witte Singel. Aan de Witte Singel, in dat prachtige gebouw. Altijd reuring. Ja. Altijd mensen die langskwamen. De telefoons rinkelden de hele dag.
Wat dat betreft is er natuurlijk heel veel veranderd, want die telefoons die rinkelen amper meer. Zeker. Maar het was, ja, het was een hele leuke tijd. Ja, we niet veranderd. Toen een lekker ding, nu een lekker ding. Maar als we kijken naar, die opmerking, die zou ik niet mogen maken, maar jij natuurlijk wel. Het is wel zo dat ik ook met enige voorzichtigheid zeg, je zal dan zo ongeveer wel de oudste medewerker of redacteur of interviewer bij het Leidse Dagblad zijn. Ja. Daarom. Maar je bent, kunnen we zeggen, heel jong begonnen. Ik was 17 toen ik daar solliciteerde. En de toenmalige hoofdredacteur Han Mulder, die zei, ja, je lijkt me wel geschikt, maar ik vind je nou net te jong. Okay. En toen zei de vader van mijn toenmalige vriendje, dat was zo'n wijze oudere man, die zei, dan moet je geen genoegen meenemen. Nee. Dan moet je hem een briefje weer in die tijd natuurlijk schrijven, van dat je dat een kulreden vindt. Dus dat heb ik gedaan en dat vond Han Mulder zo leuk of origineel, weet ik niet wat hij precies vond, maar toen ben ik alsnog aangenomen. Han Mulder, zalige gedachten is, moeten we ook alweer zeggen. Ja. Menno, we hebben van jou, want jij onderscheidt je onder andere van veel andere ondernemers, doordat jij ook toch heel nadrukkelijk ook een kunstkant hebt, laten we het maar zo oneerbiedig zeggen. En we hebben van jou ook een foto van heel vroeg, waarbij je al eigenlijk als kunstenaar actief bent. Want het is bij jou niet een bevlieging van de laatste jaren. Nee, dat is al ruim 40 jaar het geval. Ja. Ja, en heb je nog bepaalde evoluties meegemaakt in die tijd? Nou, in mezelf, want ik ben autodidactisch. Ja. Dus of dat nou het schilderen, het beeldhouden of het boetseren, want hoe raar het ook klinkt, dit noemen we beeldhouden. Ja. Dat klinkt interessanter. Maar in wezen is boetseren klein, daar wordt een mal van gemaakt enzovoort. Maar dat, evoluties. Als ik een tijd niet schilder, al is het maar een paar maanden en ik schilder weer, is het altijd anders dan de keren daarvoor. Zeker als ik dat abstract doe. Okay. En dus met beeldhouden eigenlijk ook een beetje. Maar ik sta de laatste jaren ook in zulke grote stenen blokken te haken. Dat is weer een nieuwe uitdaging. Ja, precies. Dus wat jullie heel lang geleden al deden, dat doe je nu in feite nog steeds. En je kan alleen zeggen, Miep, als we met jou zouden mogen beginnen om jouw loopbaan door te nemen, dat jij in de loop van de jaren er heel veel dingen bij hebt gedaan. En dat je wat dat betreft ook hebt verbreed gewoon in de activiteiten. Ja, dat klopt. Ik ben jaren in vaste dienst geweest bij het Leidse Dagblad. Mm-hmm. Op een gegeven moment kwamen er kinderen. Zaten we met z'n zevenen aan tafel. Dus ja, dat ging niet meer. Toen ben ik gaan freelancen, ook voor landelijke bladen. Maar mijn hart ligt natuurlijk toch bij het Leidse Dagblad. En daar ben ik weer teruggekomen. En sinds, nu 11 jaar maak ik er interviews voor. Ja. En met verbreden bedoel je waarschijnlijk de boeken die ik schrijf. Met name over historische onderwerpen. Ja. Ik heb een boek geschreven over de trekvaart Haarlem-Leiden, die 350 jaar bestond destijds. Ja. En het tolhuis daar als blikvanger in. Tolhuis, het enige tolhuis nog in den landen, dat staat in Oegstgeest. Ja, ja, waar je weliswaar geen duiten meer hoeft te betalen. Nee. Maar wat er nog steeds heel authentiek is en prachtig. Nou, Menno heeft het heel mooi gerestaureerd. Ja. En toen hij dat deed, kwamen er zoveel mensen op ons af die iets met dat pand hadden. Ja. Hadden gewoond, gewerkt. Een 90-jarige vrouw die daar als dienstmeisje op de 11e had gewerkt. Maar ook mensen die in de oorlog er hadden ondergedoken gezeten. Dus toen ben ik die verhalen gaan bundelen en aangevuld met de historie, de geweldige schilderijen die er zijn. Ja, dan heb je op een gegeven moment een heel boek met moralen en gewoon. Ja, maar je, wat dat betreft sla je toch records, want je bent niet alleen dus al heel lang bij het Leidse Dagblad actief, maar je bent dus al meer dan 10 jaar bezig met die grote 2 pagina's interviews. Ja, ik heb het even nagekeken, het is 11 jaar, Dat is ongelooflijk. Ja. Kennelijk is men daar op het Leidse Dagblad, want je bent daar niet meer in vaste dienst. Nee. Maar men ken ik toch nog zo tevreden dat men jou al een jaar en dag vraagt. Ik vraag het ze maar niet. Om die ik vraag niks. Als ze ontevreden waren, dan zouden ze daar wel enige teken van gegeven hebben, denk ik. En ik moet ook zeggen, wat ik om me heen zo hoor, wordt het buitengewoon gewaardeerd. En ik had alleen één opmerking, of een vraag in ieder geval.
Klopt het dat je de laatste jaren iets minder bobo's interviewt en iets meer mensen met, zeg maar, bijzondere kenmerken of bijzondere gaven en talenten of in bijzondere omstandigheden? Of heb je de Steven niet wat dat betreft gewend? Nee. Ik heb een longlist, zal ik maar zeggen, die nooit korter wordt. Er staan honderden namen op. Ja. Maar of het nou de vuilnisman of de burgemeester is of alles dwars ertussenin, dat maakt mij niet uit. Je hebt niet meer vuilnismannen dan burgemeesters tegenwoordig. Nee, maar de voorzitter van de Eerste Kamer recent, of de voorzitter van de landelijke GGD, en ga zo maar door. Dus Okay. Moet het toch even voor de opnemen. Ik zeg dat absoluut niet als een aanval. Ik meende het bespeurd te hebben, maar het is dus niet het geval. Nee. Is dat nou moeilijk om zo'n lang verhaal over iemand te schrijven? Vinden mensen het wel leuk om helemaal, zeg maar, door jou uitgekleed te worden? Meestal wel. Ik vind het ook altijd een cadeautje als mensen me vertrouwen. Ik laat het wel altijd van tevoren lezen, dus dan zie je mensen alweer iets makkelijker praten, want dan denken ze, nou, ik kan nog corrigeren, maar zo werkt het natuurlijk ook niet. Ik heb van mijn oude leermeester Ruud Pauw geleerd, schrappen doen we samen en het gaat alleen om feitelijke onjuistheden. Ja, nee, maar, dat is duidelijk. Maar ik werk ook met een ouderwets bloknoot. Ik denk dat ook minder bedreigend is dan wanneer een cassette-recorder, wou ik zeggen, maar die bestaat niet meer. Maar laten mensen het achterste van hun tong makkelijk zien? Vaak wel. Merk je dat in de loop van het interview? Ik vertel vaak ook iets over mezelf. Okay. Het is nooit echt één richting verkeer. Je moet ook iets over jezelf vertellen. Ja. En stiltes durven laten vallen. Je geeft vallen. Wat en je neemt wat terug. Ja. Ja, precies. En vind je het nog leuk om te doen na al die jaren? Ik vind het ontzettend leuk. Okay. Wat is er nou leuker dan de meest leuke, fijne, bijzondere gesprekken met mensen te hebben die iets te melden hebben? Ja. Zeer leuk. Dus wij kunnen nog eigenlijk heel jaren van jou genieten om de zoveel jaar een nog leukere foto en dan ga je weer. Tot de laatste snik van de krant of van mij? Okay. Ik weet niet wie er eerder is, maar hoewel, het gaat heel goed met de krant ja, sinds corona. Ja. Dat is een van de bijproducten van corona? Ja, oké. Nee, maar toch. Aantal abonnees was toegenomen voor de corona al. Nee, dus dat is alleen maar goed teken. Nee, dat is ook heel plezierig. En ik hoop ook wel dat al die mensen die nu naar ons kijken ook zeggen... Hé, dat Leids Dagblad. Ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar dat gaan we toch maar weer eens proberen. Precies. Sponsor me. En dan heb je natuurlijk ook je eigen publicaties. Je hebt er al een paar genoemd. Heel bijzonder vind ik het boek waar je nu mee bezig bent, wat je mij vertelde, De Binkhorst. Waarom interesseer jij je zo voor De Binkhorst? Ja, heel simpel. Menno is er eigenaar van en die heeft al jaren aan mijn kop gezeurd, mag ik niet zeggen. Die heeft al jaren gevraagd, want Miep schrijft nou eens een boek over dat kasteel, want dat staat er al 700 jaar. Ja. Maar ja, schrijven van een boek, dat is toch iets waar je tegenaan hikt. Want je weet, als je eraan begint, het is nooit klaar. Je hebt nooit genoeg. Nee. Je wordt heel hebberig. Ja. En ik zit nu in een fase dat ik eigenlijk voor 80% klaar ben. Maar ja, ik ben altijd zo bang als dat boek dan af is, dat je dan nog weer de meest leuke anekdotes of prenten, afbeeldingen vindt. Mis. Maar, vind je daar nou een uitgever voor dan? Of geef je het in eigen beheer uit? Hier zijn we op zoek naar een Haagse uitgever. Okay. Om het dan echt in die regio te verspreiden. Het is natuurlijk geen miljoenenoplage of zo. Maar het is wel het enige kasteel van Den Haag. Ja. En de naamgever van een gebied wat nu heel erg in ontwikkeling is, de Binkhorst. Precies. Wat wordt getransformeerd van een oude industriewijk tot een hele hippe woon- en werkwijk. Ja. Dus dat moet ook veel aandacht krijgen. Dat kan haast niet anders. En ooit heeft dat kasteel weer als enige gestaan. Ja. Moet je indenken dat hij alles heeft gezien. De Hoekse, Kabeljauwse twisten, het beleg van Leiden. Ja. En hier worden binnen een x-aantal jaren 10.000 woningen neergezet. Dit is de grootste urbanisatie van de Randstad op het ogenblik. Het is gigantisch wat daar gaat gebeuren. Mag ik gelijk met jou doorgaan als het gaat om urbanisaties? Want jij bent, en daar komen we straks ook nog op, natuurlijk ook iemand die op dat gebied urbanisatie toch ook aspiraties heeft, wat Leiden betreft. Maar je hebt zoveel aspiraties.
Want heel veel mensen kennen jou natuurlijk, Menno, vanuit allerlei verschillende achtergronden. En ja, dat wil niet altijd zeggen dat iedereen op alle terreinen, denk ik, even positief over je denkt. Want het woord jaloezie, dat zal vast ook nog wel eens een keer in jouw omgeving vallen. Heb je daar last van als mensen vinden die Smit zo, die bemoeit er maar overal mee en zo? Hoor je dat nooit? Ja, natuurlijk wel. Maar ze mogen van mij weten wat ze in huis hebben. Want ja, ik ben vrij direct. Ja. En wie dat verkeerd opvat, ja, dat wordt niet altijd je vriend. Want zo bedoel ik het niet. Les 1, dus doen we ook de kinderen op. Dat is een ander in zijn waarde laten. Zolang ze niet kunnen zeggen dat ik iemand niet in zijn waarde heb gelaten of de zaak heb opgelicht, kan me verder niet zoveel schelen. Want ik weet ook wat die ander betreft graag wat ik in huis heb. En jaloezie herken je direct. Ja, precies. En dan kun je of toevallig de energie ervoor over hebben dat enigszins om te buigen, omdat je de persoon begrijpt en probeert dat, maar niet om jezelf beter te verkopen of je laat het gewoon van je afglijden. Precies. Want kom je niet aan. Als een voorbeeld, een foto die mij trof van jou met Kees Verkade en met Janneke Brinkman. Die foto geeft eigenlijk toch wel weer aan in welk gezelschap je regelmatig verkeert, laten we het zo noemen. Kan je iets over zo'n gelegenheid zeggen? Ja, ik ben hier heel trots op eigenlijk. Ik leerde Kees Verkade uit een andere hoek kennen en die zag wat moet van... Moet even aangeven wie dat is, Kees Verkade. Nou, Kees Verkade, ja, is een van de grootste beeldhouwers die Nederland kent. Precies. Hij is helaas recent overleden. Ja. In Frankrijk, als je Croatia zegt, dan zie je de beelden door Kees Verkade gemaakt. Dus op het vliegveld. Als je op het vliegveld in Haarlem, het vliegveld in de Nieslanden, dan stonden de bronzen beeld gelijk bij de in- en uitgang voor het vliegtuig, de gate. Dat hele grote jongen, hele grote kunstenaar. Maar dan heb je, er is een foto van Janneke Brinkman, we kennen haar allemaal. Ik leerde hem kennen, hij kwam wel eens bij ons thuis, hij zag werken van mij. Ja. En hij zei, zullen we samen gaan exposeren? En ik vind het een enorme eer, A, dat hij het vroeg, en B, dat zijn eerste echte grote expositie in Nederland was. Want zo hebben we in het Koerhuis, in de grote zaal, een hele grote expositie gemaakt. Ja, dus dan is dat een foto die niet aangeeft dat jij weer met bobo's op die foto staat, maar dat je gewoon een relatie hebt. Je ziet hier, de pose hier is voor schilderijen van mij. Precies, precies. En zo hebben we nog een andere foto van, die zullen de kijkers ook wel, André Hazes. Wat voor functionele relatie had je nou met hem? Ik was op een gegeven moment voorzitter van de Ronde Tafel, leidde tafel 150. Ja. Maar samen met name met Jan van den Broek hebben wij de Zwarte Markt in Beverwijk van de grond getrokken in die zin. Landelijk kenden we ook een officier van justitie. Zoals Jan van den Broek altijd zei, kennis is macht, maar kennis sun is beter. En die hebben zover gekregen dat die Zwarte Markt in Beverwijk voor ons, en dat heeft jaren zo voor de Ronde Tafel gemogen, op zondag open mocht. Okay. En daardoor heeft Bart van Kampen daarna ook altijd die markt zondags kunnen openen. Maar we hebben toen een Zwarte Markt georganiseerd voor diverse goede doelen. Mm-hmm. En daar heb ik André Hazes verzocht of hij daar wilde optreden, gratis. En dat heeft hij gedaan. Hij kwam 's ochtends vroeg al aan. Je ziet het hier staan, 's ochtends te praten. Hij heeft de bekende fles bier al in zijn handen. Je ziet nog net het tuintje, maar dat was fantastisch. Ja. Met andere woorden, dus toch ook eigenlijk wel weer een functionele relatie. Maar ik ga nog weer even verder. Dan noem ik Haring en Korenwijn. Dat is toch eigenlijk gewoon, was dat niet jarenlang het ultieme Eldorado voor alle bobo's die in Leiden maar dachten dat ze het een beetje waren? Dank je voor het compliment. Ik heb dat 30 jaar geleden verzonnen, opgezet. Ja. Ik heb maximale steun gekregen daarbij van Kees Goedkoop. Leg even uit wat Haring en Korenwijn was, want dat weet niet iedereen meer, want het bestaat niet meer. Nou ja, het refereert aan Leidens Ontzet 1574. Ja. En die Haring en die Korenwijn, en we weten Cornelis Joppes en de Korenwijn, dat staat dan
Ja. Voor het graanproduct of wat dan ook wat er gevonden is. Ja. Of de hutspot of de, wat je ook wil. Dat is bij Leiden gaan horen. En ja. Voorafgaand aan 3 oktober, wanneer het Leidens ontzet wordt herdacht, zijn we dat gala gaan draaien. Heel jammer dat dat nou niet meer bestaat. Ik heb dat 20 jaar ben ik voorzitter geweest of mogen trekken. Okay. Dat, en je hebt het over de bobo's, de Leidse. Die kwamen er ook graag, maar je bent er getuige van geweest. We hadden altijd diverse kabinetsleden. Zeker. We hadden CEO's van de grootste multinationals uit Nederland. Ja. Ambassadeurs, BN'ers. En je hebt daar de Pieterskerk ook een aardig steuntje in de rug gegeven. Jawel, maar de Pieterskerk is ook goed met ons omgegaan. Het is overal of wat is wat. Ze zijn wel eens met ons misschien even niet blij geweest of andersom. Maar dit is nooit iets uit de hand gelopen. Nee. We hebben veel aan elkaar gehad. En de Pieterskerk is het ook waard om die aandacht te krijgen. Daar weet jij nog meer van dan ik. Ja, nee, dat klopt. Wel, nog even, ja, de foto die we nu... laten zien, ja, daarvan kunnen we ons voorstellen dat je zegt, al had ik er geen functionele relatie mee, ik ben toch buitengewoon blij dat ik met koningin Maxima op deze foto sta. Dit is... Of had je zelf met haar nog een relatie? Nou, ik wil geen gedonder... In de functionele sfeer natuurlijk. Dat nee, want met de man heb ik indirect een heel andere relatie, dus dan, maar toch al niet, want ik ben gelukkig, liet ik zo straks al merken. Maar dit is bij mijn buitenplaats de Wadding op de grens Leiden-Voorschoten, wat ik net zoals het Tolhuis en net zoals Kasteel de Binkhorst volledig heb gerestaureerd. Onze huurder, ze staat erachter, Dorinda Roos, is directeur van de stichting MS Research Nederland. Ja. En ik mocht haar, MS Research, maar Maxima Geleide doen ontvangen. Ja, iets daarvoor had ik de pest in, want je ziet het niet op de foto, maar ik heb het op een gegeven moment ondersteund. Want ik heb een paar keer tegen alle heren die buiten stonden gezegd, haal die trekker over het stoepje, want je ziet de regen liggen. Dus daarom wijs ik er hierop dat ze op het matje moet stappen. Oké, het allerlaatste. Dat is nieuwbouw. Daar ben je mee bezig. Dit is renovatie. Oh, nieuwbouw, mee bezig, ja. Dat klopt. En als ik dat zeg, dan mag ik ook al direct zeggen dat jij een primeur, dat je met een primeur besluit. Ja, dat wil ik zeker doen. Zoals niet alom bekend is en bekend hoeft te zijn. Maar ik ben eigenaar van de Haarlemmer aan de Hooggracht. Waarin gevestigd een 3000 meter Albert Heijn. Galagal, sportschool, kantoren. En, gaat dit gebouwd worden? Nee, dat staat er. Ja, oh, bedoel je? Dat staat er iets verderop dan deze studio. En, maar wat er komt een metamorfose in die zin. De gemeente wil er 3 parkeerlagen op. Wij houden dat belang, of die stem van 3/4. Maar daardoor heb ik voorgesteld om die gevels helemaal aan te passen. Want die gevelsteen die staat me niet aan. En het is nu qua gevel, vind ik, qua steen, lelijk gebouw op die markante plek in de stad. Waarom moeten wij hier heel blij mee zijn dat het gaat gebeuren? Als je hier de gevel ziet, dit is van de Basel in Amsterdam, de oude ABN AMRO Bank, de ABN Bank. En zo wordt de gevel. Daar tot in detail met Verheijen Verkoren Verhaan, de architecten, Ronald Knappert en Thomas Schiele. Daar kijken hebben we naar dit tot in detail uitgewerkt. Okay. En het is de bedoeling ook van de gemeente dat het zo gaat worden. Ja, okay. Vooralsnog is het de welstand enzovoort. Want wij zitten buitengewoon krap in de tijd. En we moeten eigenlijk alweer afscheid nemen. En ik vond het een buitengewoon, ja, dat heb je vaak met een goed gesprek, dat het eigenlijk veel te snel gaat. Jullie allebei geweldig bedankt. Volgende week is Rens Heruwer er weer. En die gaat spreken met Thijs Hemmers. Ook alweer zo'n veelzijdige leienaar. Absoluut. Al moe om te volgen waar hij allemaal mee bezig is. Wij bedanken jullie nogmaals. En wij hopen volgende week alle kijkers weer terug te kunnen zien. Dankjewel. Ook bedankt. Graag gedaan.